Randje Buitenspel, de podcast. Welkom bij alweer Randje Buitenspel nummertje 72. En lieve luisteraars en kijkers op de interwebs. Tim Hartog is er vandaag niet bij. Hij heeft een voorstelling. En wie er wel weer bij zijn is natuurlijk Thijs Kempering voor FC Twente. Grote winnaar van dit weekend. En natuurlijk Rob Schepers van PSV. En ik moet jullie voor twee dingen feliciteren, jongens. Allereerst gefeliciteerd met jullie voorstellingen. Rob, je hebt het parktheater afgebroken. Staat er nog iets? Ja, het buitenmuurtje staat nog. Nee, dat was heel leuk. Het was slopend, maar heel leuk. Dus we hebben iets latere opnames, lieve luisteraars, omdat ik nog in coma lag vanmorgen. Maar het was leuk geweest. En Thijs, jij hebt je première te pakken. Hoe was dat in Emmen? Het was heel gaaf. Ik had bijna helemaal vol. En dat is, als je wat verder van huis speelt, vind ik dat best wel bijzonder. Dus het Atlas Theater is sowieso echt heel gaaf theater. Maar de sfeer zat er ook goed in. En er was één recensent, Jacques d'Ancona. Dus die was voor de tijd al, ik hoorde bezoekers zelfs zeggen dat hij de mensen een beetje aan het afsnauwen was. Dus dat vind ik echt heel respectloos, maar goed. Maar hij was, ik heb nog maar een deeltje recensie, een beetje zo'n moi recensie, maakt ook niet uit. Maar André Manuel zegt altijd, als hij het kut vindt, dan heb je een goede show. Dus dan heb ik ooit een hele goede show gehad bij hem. Maar hij heeft ooit gerecenseerd. Nee, het was zo'n ongelooflijke zure reactie. Maar weet je, die gast is zo oud, die schrijft zijn recensies nog met een ganse veer. Nee, maar weet je, kijk, gaat er niet om, want je bent gewoon blij na een voorstelling. En je hebt gewoon adrenaline, dus dat. Maar je gaat naar de tijd en je spreekt de mensen gewoon. En ik weet waar het heel serieus wordt. Ik weet waar ik het stil wil hebben. Ik weet waar ik wil ontroeren. En ik weet waar ik gewoon volle bak lag. En dat zat erin. Dus ik ben heel blij met deze voorstelling. Dus ik ga lekker spelen. Maar het is natuurlijk een voetbalpodcast. Ik ben mezelf nog vergeten voor te stellen. Ik ben natuurlijk Wilco en ik ben voor Ajax. En dat is tegenwoordig best wel een lastige opgave, laten we het zo netjes zeggen. En ik moet jullie natuurlijk ook nog één andere felicitatie doorgeven. Namelijk gefeliciteerd dat Ajax nog steeds Schreuder heeft. Dat is wel lekker voor je voor toekomstperspectief. Ja, dat beginnen wel. Want het was toch zo dat Pasveer was toch echt de man. Het was toch een schande dat Pasveer niet in Oranje stond. En het was een schande dat Pasveer. Pasveer was toch de keeper of niet? Pasveer, Remco Pasveer. Weet ik allemaal. Remco Pasveer, dat was hem toch of niet? Hè? Waar hebben we in de winterstop gehaald? Keepertje erbij. Het was toch de niet te passeren man van jullie? Was er aan de hand? Pas 40. Ik moet eerlijk toegeven, ik begrijp er helemaal geen hol van. Weet je wel, je hebt bij Ajax heb je dan op links, vorig seizoen, je absolute uitblinker van de afgelopen 4 jaar. Een gast met waanzinnige cijfers. En daar haal je dan, dan maak je je duurste aankoop die op diezelfde positie speelt. Ik weet het niet zo, maar ik zou altijd gewoon je zwakste positie verbeteren in plaats van je beste positie. Maar raar. En dan heb je nu twee keepers van die bijna AOW-gerechtigd zijn. En dan heb je de enige jongen met toekomstperspectief, die Jay Gorter, die vroeger bij Go Ahead Eagles prima keepte. Wat daarmee gebeurd is, weet ook niemand. Maar ergens is er een soort, als je een jonge keeper bent en je komt nu naar Ajax, dan kan je net zo goed je carrière door de wc heen. Dan kun je er beter een LOE-cursus bij gaan doen voor de toekomst. Want de afgelopen 3 jonge keepers die ze gehaald hebben, die zijn allemaal ongelooflijk gewoon op een zijspoor beland. En dat is ongelooflijk. Maar en dan halen ze nu een keeper voor veel te veel geld weer. Want ze zeiden dan dat het niet zo duur was. En dan bleek via La Marca, een Spaanse krant, bleek dat het veel meer was. Uiteindelijk gaat het 15 miljoen of zo. Alles bij elkaar. Met bonussen en de hele teringzooi. Dat is echt wel een flink pakket. Echt veel geld. Ja, dat je echt denkt van, dan heb je toch ook zo'n Noppert. Of je weet je wel, je hebt Noppert, dat was toen toch al, na het WK was dat toch al het verhaal dat eigenlijk min of meer beklonken was al. Ja, maar dat halen ze die ook nog, kan ook nog, hè? Kan ze die ook nog halen. Kost je echt gewoon veel minder. En
dat je denkt van ja, maar dan heb je tenminste wel gewoon nog iets van een identiteit, een Nederlandse identiteit op doel staan. Nou, en je hebt een jongen die qua nuchterheid wel even wat, wat scherpte kan brengen, denk ik, in die groep. Ja, maar het is waanzinnig. Het is waanzinnig. Het is wel eens mooi dat ze... normaal, als ze iets over voetbal zeggen, het is buitenaards, dan is dat goed. Maar schreuren geeft daar een heel andere... Hey, die ziet er alleen maar buitenaards uit. Ja. Fucking gesmolten IT-pop. Mars Attacks, dat was het toch? Volgens mij, de laatste keer dat Schreuder iets goeds heeft gedaan, toen hing hij tegen het hek van Buckingham Palace toen Diana doodging. Had hij iemand een IT-pop tegenaan gelegd om Diana te eren. Ja, maar, nou, het is goed dat je me even uitlegt, Wilco. Ik snap er geen zak van wat je aan het doen was, maar nu begrijp ik hem. Ja. Maar ik moet heel eerlijk zeggen... heeft daar nog een heel groot soort verhaal van 15 minuten van gemaakt over wat er dan door iemand heen gaat. Als je denkt, oh, een nationale tragedie. De kroonprinses is gestorven in een walgelijk ongeluk. Weet je wat een goed idee is? Ik zet het tussen die bloemenzee, zet ik een IT-pop neer. Ja. Maar, weet je... Ik moet even mijn excuses aanbieden alvast. Nou, felicitaties zijn hartstikke fijn. Ik heb dus niks gezien. Helemaal niks. Ik heb een bubbel geleefd de afgelopen week. Zaterdag hadden we dus ook, we hadden kaarten natuurlijk. En daar konden we gelukkig niet naartoe, want mijn kinderen stonden mijn ziel te verkopen en ik stond op te strijden. Dus we hebben de wedstrijd, ik heb geen wedstrijden van jullie gezien, ik heb niks gezien. Dus jullie moeten me bijpraten. Nou, je hebt weinig gemist. Nou ja, Thijs niet, toch? Thijs, jij bent echt de winnaar van dit weekend. Ja, maar ik heb natuurlijk zelf ook gewoon gespeeld. Donderdag en vrijdag geregeld dat ik nog een paar inspeel try-outs kon doen. Omdat ik zaterdag dus première had. Dus ik heb vrijdagavond, toen ik thuis was, heb ik de samenvatting gekeken. En ik zag een hele mooie spitsengoal van Van Wolfswinkel. Zoals een spits dat doet. En ik Sadilek, die terug is na lang durig aan de zijkant hebben gestaan, een hele mooie goal maakt. En ik heb na de tijd mijn maatje gevraagd waar ik normaal mee in het stadion zit. En die zei, ja... Het was gewoon zakelijk, het was geen hele mooie wedstrijd, maar Twente geeft niks weg en maakt netjes 2 goals. Dus ja, dan ben je gewoon blij toch? Maar het is echt, M kwam ook niet om te voetballen. En, maar weet je, het nadeel is, dan hadden we het dus zaterdag over met elkaar. Dan ga je al bijna weer zeggen van, ah, maar de M, daar kan er ook niet veel van. Maar het blijkt dat we dat steeds vaker zijn. Maar het kan ook gewoon zijn dat Twente gewoon heel goed staat, hè? Het zal een keer kunnen. Ja, wat ik wel altijd leuk vind is zo'n jongen als Van Wolfswinkel, die, waarvan je weet van, jezus, die heeft toch best wel iets heftigs meegemaakt. Wel, als je echt gewoon een soort hersenoperatie nodig hebt, dan denk je over het algemeen, nou, dat wordt niks meer met voetballen. En die doet het toch eigenlijk wel echt goed bij Twente. Dat vind ik eigenlijk wel gewoon sowieso een tof verhaal. Hij is echt wel de man die de groepen heel goed bij elkaar houdt. Dus hij heeft ook gewoon nee, maar de sfeer door hem is heel goed. Dus als je nou kijkt dat hij Sadilek scoort, dat is voor hem weer zo'n emotioneel momentje. Maar als je dan kijkt hoe die hele club dat doelpunt met elkaar viert, dat is meer dan alleen maar blij zijn voor dat doelpunt. Ja. Feitelijk is hij gewoon het omgekeerde van Schreuder. Die heeft volgens mij ook een hersenoperatie gehad, maar die trekt alles uit elkaar bij jullie toch, of niet? Nou ja, ik denk dat het een combinatie is van Schreuder en nog een paar misperen die ertussen zitten. Ja, maar ik wil even Thijs. Thijs was er vorige week al niet bij. En Thijs, ik vind, we hebben weer de klassieke top 4 hier aan tafel, normaal gesproken dan. Hè? Dat is ook wel bijzonder. Ja, en daarbij, nou, ik was dus gisteren aan het kijken en dat vond ik wel grappig. Want als je nou kijkt dat, kijk je wat puntenaantal is, maar dan kijk je ook naar goals. En wij scoren... als je kijkt naar de top 4, wel het minste voor. Want het is 36 Feyenoord, 45 Ajax, 42 PSV en wij 26 voor. Dat is dan echt beduidend minder. Maar als je nou kijkt dat boven ons PSV heeft 20 tegengoals gehad en wij maar 9. Ja. En daar zit echt Ajax 18, Feyenoord 14. Daar zitten wij dus beduidend. We hebben de minste tegengoals. Eigenlijk hebben jullie gewoon allemaal de saaiste wedstrijden, Thijs. Wat wil jij eigenlijk zeggen? Nou ja, het zijn wel saai. Maar we hebben van alle... clubs in de Eredivisie, de minste tegengoals. We zijn de enige die onder de 10 nog hebben. Dus dat zegt toch iets. Dat is best wel knap. Ja, en we hebben natuurlijk een hele goede keeper. En de verdediging doet goed.
Maar je hebt ineens dat je nu, wij moeten volgens mij zaterdag naar jullie, Wilco. Ja. En ineens denk ik gewoon van, normaal is bij Ajax, joh, ik ben blij met een gelijkspel. Maar ik denk nu gewoon van, nou. Daar valt best wel wat te halen. Het zal wel niet gebeuren, want het lukt ons vaak niet. Ik denk dat 90% van Ajax dat ook denkt. Op dit moment, wat er op de tribune zit. Maar, gisteren zag ik een tweetje dat iemand zei gewoon van Ajax, weet je, laat ons dan gewoon winnen. Zijn jullie van Schreuder af? Win-win. Het is gewoon dat jij Schreuder zegt. Ja. Schreuder. Ik zeg alles wat met ska. Mijn dochter is nou naar school. Skepers ben ik nu? Skepers, ja. En Matthijs, jij zegt dus dat hij van Wolfswinkel de groep bij elkaar houdt. Is hij ook degene die transfer van Saruki tegenhoudt? Ja, nee. Nee, dat is gewoon technisch directeur die zegt van dat is die waard. En als ik dat niet krijg, gaat hij niet. En dat is een... Saruki heeft na dit seizoen nog een jaar. Dus hij kan ook in de zomer weg. Het is een van de beste middenvelders van de competitie. Zelfs alle clubs smijten met geld en vragen gigantische bedragen aan spelers naar het buitenland gaan. En hij zegt, ik ga dat jongen niet voor 5 of 6 miljoen wegdoen naar een concurrent. Nee, tuurlijk niet. Nou, en dan vindt dus iedereen wat vragen ze nu dan? Dat vind ik nog steeds niks. Ja. Nee, ik zeg ook dat als Saruki, zoals die deel 1 van het seizoen deed, als hij dat doortrekt, dan krijgt hij echt wel een mooie aanbieding, hoor. Ja, dan kan je ook gewoon zo naar Italië toe of Spanje. Al zou ik dat niet doen voor de ontwikkeling van de speler, maar dan moet dat is weer een tweede vraag. Maar ik ging nu als Twente niet voor Amrabat heeft het niet slecht gedaan in Fiorentina en zo. Die heeft daar best wel... zolang je maar gewoon ook in de basis staat, is er niks aan de hand. Als hij Saruki dadelijk naar een Engelse middenmotor kan voor 14 miljoen. Ja. Ja, dat is toch dat ik denk dat het voor alle partijen beter is. Wat schiet zo'n Saruki op om nu van Twente naar Feyenoord te gaan? Wat schiet hij daarmee op? Voetbaltechnisch. Ja, je hebt ook niet het argument van, oh, het is sportieve verbetering. Nee. Want je staat 4 punten van elkaar af. Nee, zoveel verschil zit er niet. Dus daar maak je ook geen stap meer. Dus voor hem is die keuze, ik denk dat het eerder een keuze is om te blijven, omdat het zet hem sportief, zet het hem geen stap verder. Hij bindt zich weer aan de club hier in de Eredivisie. Ja, dat kan niet over. Dan moet hij weer 2 jaar wachten voordat hij een volgende stap kan maken. Terwijl ik denk ik in deze zomer een fatsoenlijke stap kan maken. Vermoed ik zo. Maar ik denk wel dat hij gaat, hoor, toch? Jenny? Ik weet het niet. Ik heb gisteren de laatste, dat is die clubwatchers en zo een beetje in de gaten houden. Die hebben gewoon gezegd, dat is het bedrag. De technisch directeur bij Twente, die Strooier, die zegt gewoon, daar is het geld. En anders niet. Dus ik denk uiteindelijk dat Feyenoord wel wil betalen. Want... Dan, ik vind nog steeds, ja, dat als ze 8 miljoen, hebben ze echt een koopje nog. Absoluut. Ja, oké. Okay. Ja, en verder dus, maar de sfeer was er niet minder om. Die is wel goed. Ze spelen gewoon prima voetbal. Ja. Het is gewoon, het is eigenlijk al 2 seizoenen, dit is al het 2e seizoen dat het prima gaat. Ja. Niks, geen vuiltje aan de lucht. Maar sterker nog, kijk wat we weggegeven hebben. Als je dan daarna terug gaat kijken en hoe dom dat af en toe ging, dan is haar dus veel meer ingezet. Ja, dat is dom terugkijken. Achteraf, dat weet ik. Dan denk ik, waar we dan punt hebben gehaald, af en toe met geluk en waar ze stom weer weggehoord. Ja, dat is ook voetbal, dat gaat toch niet om. Maar nee, ik denk, het is gewoon, je hebt nou Ajax uit en dan thuis Utrecht en dan thuis Feyenoord. Dus het wordt ook wel zwaar, hè? Dus, als je nu 9 punten pakt, dan sta je los, toch? Dan komt het eigenlijk op neer. Ja, dan is de competitie wel even omgedraaid, ja. Oh, ik ben helemaal vergeten dat mensen kunnen liken, subscriben en abonneren en deel het en vertel het verder. Ja, ik denk dat de mensen dat nog wel wisten, Wilco. Ja, maar van die andere 71 aflevering. Volgens alle podcastregels moet je dat gewoon in de eerste 6 seconden zeggen. Dat is ongeveer de attentiespannen van mensen. Nou, wat wel leuk is, en ik had het al, ik was vorige week was ik dus in Sonic Park, ja, dat kwam Giel Pastoor, de directeur van het park, ja, kwam even de kleedkamer binnen om succes te wensen en zo. En een praatje maken. Zei hij trouwens, ik ben een enorme fan van jullie podcast. Ik denk, hij staat me nou de zeik te nemen. Dat dacht ik, toch? directeur van de Schouwburg. Hij zei, ik luister iedere week. Vertel ik het leuk, jullie zijn weer begonnen. Dus ga daarmee door. Een shout-out naar Giel. Hoppatee. Woehoe. Leuk man. Woehoe.
Ja, nee, maar sowieso, het Parktheater doet dat altijd goed. Ze zijn altijd al van vrij vroeg al gewoon bezig geweest met comedy. Weet je wel, je hebt dat Laughing Lizard wat er nu zit, ja. Dat bijzaaltje. Het is echt een lekker theater waar je een grote kleine zaal hebt. En dan een middenzaal, die is ook lekker groot. Weet je wel. Dus als je daar de kleine zaal speelt, ja. dan ben je ook al gewoon echt lekker. Voor je gevoel is dat al een lekkere voorstelling. En, ja. Maar goed, voetballen. Voetballen. Nou, ik kan niet zo heel veel vertellen. Ik heb het niet gezien. Het was erbarmelijk slecht schema. Ik sprak gisteren iemand die zei: misschien moeten we even uitleggen dat je ja, in principe een goal moet maken om te winnen. Dat is vrij essentieel. Dat werkt vaak. En dat had volgens hem had dat een meerderheid van het team niet in de gaten. Dat waren ze vergeten. En toen werd het 0-0. Ik moet wel toegeven dat Sparta een zeer onderschatte tegenstander is dit Sparta jaar. Sparta speelt goed, prima. Hoor. Ja. Dat is echt wel goed georganiseerd. Het is niet dat je denkt van, oh, Sparta speelt. Wow, waar is Mbappé en Neymar en Messi? Het is ook geen vooraf ingecalculeerde 7-0 overwinning. Nee, het is geen IKEA-kastje. Want als je drie keer er tegenaan niest, dat het omver ligt. Of zo. Nee. Dus, dat doet die trainer goed daar. Hebben jullie nog een samenvatting? Of heb je ook geen samenvatting gezien, Rob? Nee, joh, ik ben net wakker. Hebben ze tot aan de 70ste minuut hebben ze nauwelijks iets gedaan. En toen op een gegeven moment... gingen ze pompen. Ja, nou ja, maar het is ook een beetje... Het is een soort... Heb jij een samenvatting gekeken? Heb jij gezien, Wilco? Nee, ik heb Ajax helemaal gezien en de rest met samenvattingen. Maar, ik heb Utrecht had ik aanstaan, maar ik kwam weer uit Emmen, want ik ben daar zaterdag gebleven. Dus ik had ook een paar drukke weekjes ook achter de rug, dat kan ik nu ook vernemen. Maar ik zag wat, ik had de voetbal zo opstaan, ik was spullen aan het uitpakken, ik was een beetje aan het kijken, het ging er best wel hard aan toe, zag ik. En toen zag ik ineens zo'n klap in het gezicht. Die vent die had zelfs een bloedneus. Oh ja, dat doe ik. Waarom werd daar niks meer gedaan? Dat is toch gewoon... Vrij duidelijk dat je een klap hebt gehad. Nee, ja, fake maar dat. Maar de VAR die kan het ook zien. Maar wat is daar niks aan dat Nijhuis niet naar de kant wordt geroepen om daar naar te kijken? Had Nijhuis niet zelf die klap gegeven? Had Doefikas toevallig een zwalbe gemaakt en gaf Nijhuis een kopstoot. Niet aanstellen. Ja, was de wedstrijd Utrecht tegen? Feyenoord. Oh. Nee, maar ik weet niet wat er meer moet gebeuren, maar ik had toch op zijn minst gedacht dat de vast zou zeggen, ga even kijken, want dit was wel echt een tik. Ja. Het was gewoon met z'n haren op bats. Klaar. En wie deed dat? Volgens mij Wiever. Ja. Wie? Mats Wiever. Oh. Oud Twente speler. Wiever, niet te verwarren met Zwiever. dat is een dweil. Dat is een Zwiffer. Oh ja. Oh. Ik vind voor iemand die Nottingham zegt, vind ik nog dit goed. Tottingham, ja. Tottingham. Ja, ik schaam me wel een beetje dat ik hier aanschuif bij een podcast en ik gewoon helemaal niks zie. Ik kan dus niks zinnigs zeggen, helemaal niks. Hey, maar dat heb ik hetzelfde. Ik heb maar al vanaf, ja, dit is dan, weet je wel, het eerste weekend, maar ook qua nieuws. Ik heb die laatste week van het jaar, de oudejaarsconferentie, gewoon een hele week. Die bubbel wat jij nou hebt, Rob, heb ik daar. Ja. En dat is en afgelopen week alleen maar bezig geweest met voorbereiden en een première. Oké, dan ga ik even een knuppeltje in de hondenhok gooien van iets wat jullie wel hebben meegekregen. En daar zou ik best wel eventjes een nuchtere blik van een buitenstaander op willen hebben. Maar heel even, één secondje. En dat werd ik vorige week dus vergeten te melden. Ik schrok en dat had ik tegen Tim willen zeggen. Ik zat in de auto, ik had een optreden aan en ik had een vriend mee. En die weet niks van voetballen, niks. Dus wij stappen in de auto en die zegt, jeetje, er is een voetballer dood. Ik zeg, er is een voetballer dood? Ja, ja, Pelle of zoiets. Ik denk, hè, is die Graziano Pelle overleden? Toen wilde ik Tim al appen. Pelle overleden. Dat was Pelé. Maar goed. Dan weet je echt niks van voetballen. Weet je helemaal niks. Dan heb je echt gewoon altijd speciaal onderwijs gehad. Heb je gewoon waarschijnlijk iets van lichtgevoeligheid. Dus je hebt nog nooit een tv in de buurt gehad. Want anders zit je schuimelt op de grond te trillen. Dat is echt, jij zoekt echt ook echt heel laag Eijman chauffeur hebt, hè? Ja.
dit was wel tenenkrommend. Maar goed, ga heb door. Heb je chauffeurservaring? Ik weet wat een kruiwagen is. Hier zijn de sleutels, ik ga ernaast. Prima, ik ga alvast stukken. Succes. Wat wilde je vertellen wat wij absoluut wel gezien hebben? Of dit heb je wel meegekregen. En daar wil ik wel eigenlijk een buitenstaanders view op. Daily Blind, die godverdomme gewoon naar Bayern München gaat. Voor niks. Wat is dat? Hoe? Dan heb je de club die je traditioneel, historisch gezien, het meeste haat. Want die hebben de grootste overwinning ooit toegebracht. Maar gewoon tijdens een wedstrijd om Cruijff te eren, hebben ze gewoon 7-1 pak gekregen. Je grootste voetballer geef je een erewedstrijd. Dan komt Bayern München, die legt er een hele grote, dikke, stinkende Duitse bolus overheen. En die pakken gewoon gratis je 99-voudig international. Maar nou is de vraag, Wilco, wat wil je van ons weer? Hoe zien jullie dat? Want fantastisch! Ja, maar ik snap dat je geld genoeg hebt als club, dat begrijp ik. Maar als je er 2 miljoen voor gevraagd had je toch dezelfde deal kunnen maken, of niet? Ja. Had je 2 miljoen bij kunnen schrijven? 2 miljoen is best veel, hè? En dat is voor Daily Blind was het echt een bedragje van niks geweest. Als ze toch een klein beetje slimmer gespeeld hadden, dan had hij toch nog iets opgeleverd. Ja, laat die jongen toch niet voor niks weglopen. Ik vind het van Daily Blind een stunt. Ik vind het fantastisch. Ja, ik ook. Ja. En ik vind... maar ik vind dan over een half jaartje met de Champions League zo in zijn hand staat. Dat hij gewoon nog de laatste 15 minuten mee mocht doen. Ja, hij zal zich in de basis spelen met een paasnauwkeurigheid van 95% en aandacht speler van het jaar worden. Het zal je gebeuren, hé. Wat ik zo gek vind is, je hebt er bij Ajax heb je een paar mensen, dat noem je dan de clubmensen. Hè? Mm. Ajax, en bij Ajax heb ik het idee dat die identiteit er steeds minder is. En dit is wel een clubmens. Die Blind die heeft daar best veel gedaan. Als je dan kijkt op de manier waarop dit gaat en hoe die aan de kant wordt gezet en hoe die dan... Dat vind ik echt te zot voor woorden. Zo ga je niet met mensen om en dan hoor je dit bericht. Ik zette op de app. Ik kreeg volgens mij van Rob eerst lachgezichtjes omdat hij dacht dat het een speld was. Het is gewoon waar. Nee. Ja, ik vind het prachtig. Heel eerlijk, ik hoop op een spannende competitie, maar ik vind het feit dat het bij jullie schuurt en schaaft en borrelt en knarst, Wilco, daar kan ik er eigenlijk ook wel, vind ik ook wel weer leuk op. Dat vinden jullie ook leuk als er bij ons paniek is, als bij ons de technisch directeur eruit geduwd wordt. En als er dan dit soort verhalen erbij komen, dan... Dat is de grootste misvatting van woke, is dat leedvermaak niet grappig is, weet je wel? Oh. Het eerste wat je doet als iemand op zijn bek valt, is lachen. En daarna zeg je, oh, gaat het? maar dat gaat het, zeg je wel, met een glimlach op je gezicht. Ja, ik vraag echt niet aan jou hoe het nu gaat, Wilco, echt niet. Nee. De knieën doen nog steeds een beetje pijn. Nee, maar het is bij jullie is het toch, dit is, alles staat nu toch in gereedheid om nog 1 of 2 keer slecht te voetballen en dan Schreuder eruit te duwen. Nou, het is echt armoedtroef, weet je wel. Het mooiste is gewoon, je hebt gewoon... Dit weekend hadden we dus een griepgolf. Die kwam er dan bij, wel. Dat is ook dus een heerlijk... En dan heb je een griepgolf en dan moet Tadic weer gewoon op zijn oude positie spelen. En dan doet hij het prima. En dan geeft hij de ene assist en de andere voorzetten. En speelde gewoon oké, weet je wel, zoals altijd. En dan loopt Davy Klaassen die bal binnen. Kan je ook altijd... Gewoon... En de enige die echt gewoon uitblonk, die Conceição, daarvan heeft iedereen op de tribunezaal van, ja, dat is de enige goede aankoop die je dit jaar hebt gedaan. Die moet je vaker laten spelen. En die speelt dus nu alleen omdat er een griepgolf is. Omdat normaal speelt Bergwijn dan op links en dan Tadic op rechts. Dus omdat Bergwijn dan uiteindelijk zoveel heeft gekost, moet hij spelen. Dus dan ga je je beste speler uit positie zetten. En je leukste aankoop, die zit dus op de bank. Met de meeste potentie. Dat slaat helemaal nergens op. Ja, want de enige wat je bij die hoe noem je hem ook alweer? Dat nieuwe talentje? Conceição. Conceição, ja. Die vond ik... Je had een paar hele gave acties. Ja. Dat wordt echt wel... Die jongen moet juist nou zoveel mogelijk minuten geven.
Alleen zijn laatste bal, zeg maar, die was nog af en toe wat minder, maar daar kun je aan werken. Daar zit echt potentie in, hoor. Ja, zet hem gewoon neer totdat hij kramp krijgt en dan wissel je hem. Prima, toch? Maar dat was ook nog iets, hoor. Ik gisteren, wie staat er nou op de plek van Blind dan? Dat is ook weer een mysterieus raadsel, want ik weet niet wat er in het hoofd van Schreuder omgaat. Maar heel ik veel. Ik heb zo'n Bermuda-driehoek in dat raar gevormde hoofd zit. Want er komt van alles in en dat verdwijnt dan gewoon. Alle logica, alle soort van, dat je denkt van, oké, dat snap ik wel. Dus Bessie stond links back. Omdat Divine Range stond dan in het centrum. Wijndal, weet je wel, die gast waar Ajax twee jaar achteraan heeft gezeten. Maar dat wou ik tenminste zeggen, maar Wijndal, die zou toch daar staan. Maar hoe slecht traint Wijndal, dat hij dan niet meer mag doen? Want daarvoor heb je hem toch opgehaald. Ja. Wijndal is trouwens anderhalfse rookie. Anderhalfse rookie is dat. En die is nu vierde keuze of zo. Dus na Bessie en Reg. Komt eerst nog Pasveer. Ja. En weet je nou, die andere... Schreuder zelf. Die andere oude keeper. Die altijd loopt te roken. Ik weet niet. Kijk, bij een team is belangrijk. Ik zeg net, bij Twente heb je Van Wolfswinkel die dat team bij elkaar houdt. Maar je hebt ook Jans die de klik heeft met dit team. Ja. Wat natuurlijk belangrijk is. Kun je ook bij zo'n WK voetbal kun je het ook heel goed zien. Dat de landen die individueel helemaal niet zo heel goed zijn. En toch als team, als collectief heel ver komen. Ja. Marokko. Toch, nou ja, dat is zo'n voorbeeld. Maar, ja. maar het geeft aan hoe belangrijk ook het team is. Tuurlijk. Als je Schreuder ziet tijdens een interview, dan... Nee, maar hij praat alsof hij... hij is zo overtuigd van datgene wat hij denkt. Maar je ziet ook gewoon... Je gelooft hem gewoon niet. Dat als hij zo als trainer ook voor de groep staat... Dan kan ik me voorstellen dat spelers ook denken van... Ja, maar je wabbelt wel wat, maar... Ik weet je zelf wel waar je het over hebt. Wacht even, we hebben het over voetballers die al jaren met elkaar voetballen. Het kan toch niet zo zijn dat die ineens niet meer snappen hoe het spelletje werkt? Nee, natuurlijk niet. Zoveel invloed heeft een trainer toch niet? Wat is er aan de hand nu? Want het is echt gaat, het wordt ook nou, niet, het ik, wordt niet beter. Het is niet een dipje wat jullie hebben nu, hoor. Ik ben nooit een fan van Van Hooijdonk, maar gisteren gaf je weer een tipje van de sluier. Het schijnt dat ergens in de rust van Napoli... dat ze toen met 6-1 er vanaf werden gesodemieterd. Stonden ze al met 4-0 achter volgens mij. Ja, toen stonden ze 4-0 achter. En daar zit volgens mij... Het was wel een hele toffe dat hij dat zei. Ik weet niet of het waar is, maar het zou een heel mooi zaadje... voor dit hele baggerverhaal kunnen zijn. En toen Schreuder gewoon tijdens de rust gezegd... Ja, jongens, wat gaan we doen? En toen heeft Blind gezegd... Ja, jij bent trainer. Wat een hele billijke opmerking is als je 4-0 achter staat. Wat een paardenlul. Wat gaan we doen? Ja, een balletje aan de net halen, denk ik. Wat jullie moeten doen, en dat is een tipje van mijn kant. Volgende week gewoon lekker verliezen en hem dan op zijn kop buiten op straat zetten. Want het is een soort tuimelaar, die komt dan nooit meer weg. Die sterft daar op zijn kop. Ja, en wij zouden dat niet erg vinden. En wij willen daar echt... op zijn kop, dat is een soort schildpad. Die kan dat ook niet meer. Die kan niet met zijn handjes bij de grond en die kan niks meer. Zijn gewicht zit dan beneden, die kan niks meer. En wij, een tuimelaartje waar je vroeger had zo'n dingetje. Wij willen daar wel mee helpen hoor. Dat is geen probleem. Dan is er ook geen alternatief. Daar hebben ze dus ook niet over nagedacht. Want als je volgende week wel wint, dan denkt iedereen, komt wel weer goed. Maar dat komt niet goed. Met hem niet, in ieder geval. Nee, dat interview wat hij gegeven had, ik denk dat je dat bedoelde, Thijs, dat interview. Dat was dat ze doorgingen vragen op die relatie met Blind. En door het niet heel erg te zeggen, maar er wel op in te gaan, gaf hij zoveel prijs van hoe vertiefd die relatie was, terwijl hij dat niet wilde toegeven. Het was zo'n gênant interview, waarvan je alles zag van, je bent onzeker, je vertelt nu niet de hele waarheid,
je snapt niet hoe media in elkaar zit. Je gaat op dit soort vragen in. Je kan zeggen wat je wil over Ten Hag. Die kan ook niet praten, maar die snapt wel hoe een interview in elkaar zit. Die zegt gewoon, als Ronaldo weg is, zegt hij gewoon... Ja, haal ik weg, was. En dat doet hij. Nee, nou, dan gaan we het zo nog over hebben. Ja. Nee, maar wat Van Hag heel goed doet, is zeggen van... Oké, die gast zit niet meer bij het team. Dat is verleden tijd. Daar praat ik niet meer over. Klaar, daar ben je er vanaf. Maar Schreuder, die blijft voor zo'n halve zinnetjes... blijft hij dan van die clichés uitkramen. Maar die doet hij op zo'n manier dat iedereen precies weet van... Oh, dit zit wel slecht. En dan zegt hij, nee, het zit helemaal niet zo slecht. We gaan gewoon met elkaar om. Maar je hebt hem geen gedag gezegd. Ja, maar ik heb wel wat meer dingen te doen op de toekomst. Ja, dikke doei. Zeg gewoon van, ja, dat ging niet lekker. En ik hoop... De partijen zijn uit elkaar en ik wens hem alle succes in de toekomst. Dan ben je er vanaf van die onzin. Nou, en het is altijd, het blijkt maar weer. Kijk, wat hij heeft, is ook een beetje wat Fred Rutten had. Fred Rutten was tactisch echt een hele goede coach. En dan kwam hij voor de camera en dacht je echt... Oh. En dat lijkt gewoon van, is een ideale tweede man. En ik heb dat idee met Schreuder ook, dat hij tactisch doet hij echt hele goede dingen. En daar zijn mensen echt over te spreken. Maar als hoofdcoach redt hij het gewoon niet. Nou... Ja. En dat ziet hij, maar dat heeft hij elke keer wel. Dit was echt gênant, dit interview. Maar hij heeft bij elk interview, als je goed naar zijn ogen kijkt, is hij heel lastig hoor, maar... Ja. Er zit een heel groot voorhoofd. Welke van de drie? Ja, er zit een heel groot voorhoofd voor. Maar, nee, maar je voelt dat hij... Hij wil doen overkomen van, ik heb de touwtjes aan, ik heb alle controle, er is niks aan de hand. En je ziet gewoon... Achter dat schermpje gewoon... Ja, hij doet me een beetje denken. Het is lekker dat hij zit trouwens, achter een bureautje tijdens die persconferenties. Want hij staat gewoon, dat weet je niet. Hij staat gewoon. Hij doet me een beetje denken aan die president van Burundi, die dan in zijn broek zit te pissen. dat iedereen het ontkent die ernaast staat. Hij zo, nee, niks aan de hand. En je ziet zo'n plasje vormen onder zijn been. Nou, laat ik heel blij zijn dat ik dat nooit gezien heb. Oh, dat moet je even googlen. Dat is fantastisch. Er zitten nu 6 journalisten vast. Want die hebben het filmpje online gezet. Dat president van Burundi in zijn broek zat. Maar het is een einde van de... Het is een soort ereding of zo. Dus iemand... Dat je in je broek pist? Nee, nee. Ze staan allemaal heel stilletjes. Gewoon een minuut stilte of wat even. En je ziet gewoon... Hij heeft echt zo'n synthetisch pak aan. Zeg zo'n fout oude jaren 80 pinpak. En dan zie je opeens zie je gewoon zo'n straal. Gewoon zo naar beneden lopen in dat pak. En je ziet echt gewoon zo... Je ziet echt zo'n riviertje van pis zo via zijn schoen zo naar achteren lopen. En er zitten nu 6 journalisten, die zijn waarschijnlijk aan hun voeten opgehangen. En die worden, as we speak, nog de tering geslagen. Ondergepist door de president van Burundi. Was dat maar waar? Ik ga het kijken. Het is zo fantastisch. Het is alle decorum, al die bullshit van... Oh, ik ben een autoriteit. Is gewoon weg. Het is gewoon... Maar Rob, jij bent een reden dat er wat mensen in Eindhoven wel een leuk weekend hadden. Want bij PSV was het ook armoedtroef, toch? Ja. Ik stond op een gegeven moment boeken te signeren. Dan stond er een gozer. Ja, keileuk. Één ding. Niet meer doen op een avond dat PSV voetbalt. Ik denk, ja gast, ik zei hier 6 avonden. Je had ook een andere avond kunnen kiezen, dat is punt 1. Ik zei, punt 2, ze hebben net 0-0 gespeeld, dus ik ben blij dat je hier was. Want op de tribune zelf was geen hol te beleven. Ja, dat was dan ook wel weer zo. Het was vrij beroerd. Wat dat betreft was Parktheater het enige plek in Eindhoven waar wel werd gescoord. Bij mij hebben 960 mensen gelachen. Er zijn er meer dan in het hele Philipsstadion bij elkaar. Ja. Nou, misschien is dat nog wel een alternatief... traject voor Schreuder, dat hij in theater gaat optreden. Ja. daar Q&A's geeft. Ik dacht eigenlijk, Rob gewoon in het stadion, dan hoef je maar 1 avond. Ja, dat zou wel lekker zijn, ja. Ook voor mijn stem. Maar stel gaan er al geruchten over een opvolger van Schreuder, of niet eigenlijk? Nou, volgens mij hebben ze gewoon... Peter Bos. Nee, maar die heeft er helemaal geen zin in, zolang Van der Sar daar zit. Die gaan ook niet lekker, volgens mij. En er zijn wel opties, maar het is... Jonk is ook geen optie, want die trekt Van der Sar ook niet goed. Je zou die Pascal Jansen... Is dat zo'n nare man dan?
Ik weet het niet, maar er zijn heel veel dingen gebeurd. Ze noemen hem niet voor niets de paling daar, hè? Wie, Jonk? Maar dat is toch omdat hij trainer van Volendam is? Nee, maar Blind was vroeger volgens mij de aal. En nu van de Sar is het paling. Die glibberen een beetje. En Overmars is het wormpje, toch? Of niet? Ja, dat is... champion. Maar ja, ik vind het ook wel weer gênant dat al die berichten weer komen van dat Overmars terug moet. Dan heb je het ook niet echt begrepen als club. Want dat kan je ook gewoon niet maken. Weet je wel? Je zou hooguit kunnen zeggen van dat je denkt van, weet je wat, hou dat een beetje stil en... En zet die man ergens op de backburner als adviseur van je team. Weet je wel, dat ze hem kunnen bellen en hou daar voor de rest je bek over. Maar Danny Blind is weg dan? Ja. Schreuder. Die komt terug. Ga dat thuis. Excuus, ja nee, ik ben kapot. Even overgeven. Dat is even een niche. Oh. Ja. Ik heb net zo'n ralle stem als jij. Dus de technisch directeur is weg. Wat was Danny Blind eigenlijk? Wat was die? Hij was een raad van commissarissen, zat hij hiervoor. Okay, nou, en daar zou hij ook weer in terugkeren. Ja, nou, die is ook weg. Ja. En dan heb je daar nog het punt dat of de trainer of de algemeen directeur weggaat. Nou ja, de trainer lijkt me het meest logische. Maar ja, Van der Sar heeft daar natuurlijk wel een beetje zijn lot aan verbonden. Dus, ik kan best zeggen dat hij dadelijk allebei eruit piepen. Nou ja, als jij je heel erg sterk maakt deze WK-periode voor Schreuder, dat hij per se moet blijven. Je stuurt er een clubicoon eruit. En vervolgens gaat hij straks met 3-0 op zijn bek tegen Twente. Ja, dan wordt het lastig. Je moet even voorstellen, Ajax... Weet je wat is, joh? Ajax heeft sinds 19... ego wint altijd, hè? En dat is zo dom. Want, als je gewoon een keer voor de camera verschijnt en gewoon ook eens een keer zegt waar je allemaal fout hebt gedaan. Ja. Dan gewoon zeggen, er gaan ook dingen fout. We zijn hier op zulke druk aan het werken. Daar ga ik fout. Moet ze Van der Sar ook voor de camera zien. Dat zijn interviews. Het is gewoon gênant. Maar ze vergeten even, mensen zijn niet gek, hè? Mensen op de tribune zijn ook niet gek. Sommigen wel. Nou ja, ze zijn gek als een deur. Maar wat ze niet hebben, is dat ze het niet goed begrepen hebben. Want Ajax heeft 14 wedstrijden, alle competities, tegendoelpunten gehad. Dat is sinds 1982. 1982, toen was ik 9, is dat niet meer gebeurd. Dat is... 14 wedstrijden op rij? Hebben ze tegendoelpunten gehad? Nou, dat is een orde aan Cruijff. Geen nul gehouden. Dat is om... En dan hebben we het echt over lullige wedstrijdjes, hè? De Emmens en dat soort dingen. Het is echt gewoon niet goed. Het is echt serieus niet goed. Als iets goed was van de periode Ten Hag, was dat die verdediging op orde was. Dan kan je lekker aanvallen. Weet je wel, Ajax had echt heel vaak de nul. Die pasveer werd ook geroemd. Hij had zo vaak de nul gehouden. Weet je wel, voor maar, de seizoen. Maar dat wat jij nou zei, Wilco, net over Ten Hag, hè? Dat hij bijvoorbeeld bij een interview zegt, Ronaldo, die voetbalt hier niet meer, dus daar heb ik het niet over. Klaar. Ik denk dat dat ook zijn karakter is in de kleedkamer. Een speler die vindt wat, dan zegt hij, nou mooi dat jij dat vindt, maar ik ben niet de baas, klaar. Dat is het verschil tussen een Ten Hag en een Schreuder. Maar dat zie je op veld ook terug. Ja. Nou ja, het is echt niet goed. Want kijk, het maakt mij niet uit dat we nu derde staan of zo. Dat vind ik niet zo erg. Dat gebeurt wel eens vaker, maar ook qua punten. Je staat gewoon, volgens mij is 2012 was de laatste keer dat we... op dit moment in de competitie zo weinig punten hebben gehaald. Ja, dat is gewoon niet goed. En het meest bizarre is, je hebt gewoon nog alle kans op de titel. Sterker nog, ik denk dat je het uiteindelijk gaat redden ook. Nou, sterker nog... Staat 4 punten achter, Feyenoord? Nee, 3. 3 maar. Feyenoord ook gelijk, hè? Maar ik bedoel van... Het is wat dat betreft wel een hele leuke competitie. Maar mensen op de tribune zijn niet gek, joh. Die zien huis wel gewoon... Je hoeft echt geen verstand van voetbal te hebben om te zien dat het helemaal kut gaat op dit moment. Met dit soort investeringen, hè. Want besef wel dat als de keeper er komt en er komen nog twee anderen eraan... Daar zit het allemaal niet in, natuurlijk. Dan heb je gewoon over 150 miljoen uitgeven. Je hebt een Toonie, heb je laten gaan. Ja? Maar voor de rest is er in de basis, in het team, niet zo heel gek veel veranderd. Dus je kunt het nu, je hebt het niet over investeren. Het heeft gewoon met de verrotte slangenkuil te maken. Die nu aan alle kanten begint open te barsten. Ja. En dat is begonnen met Overmars.
En sindsdien loopt iedereen daar of elkaar te kontvingeren of zwart te maken. Ja. En daar ga je als club nu aan kapot. Niet omdat, ja, omdat er de investering of dat er een keepertje gehaald wordt. Het is tijd om weer zo'n kruifrevolutie. Het is rot bij jullie van binnen. Er moet weer een kruifrevolutie komen. Er moet gewoon echt een grote bezem doorheen gehaald worden. En dat gaat niet gebeuren. Want die ene pannenkoek van dat Nederlands Olympisch team, die zit er nu. Weet je wel, waar ik nog wel eens een keertje... Oh, met zelfverzonnen werktitel. Ja. En. Oh, over zelfverzonnen werktitels gesproken. Nigel de Jong. Ja, dat heb ik heel vaak meegekregen. Die wordt directeur toch van het KNVB? Prachtig, ja. Toch? Hey, 38 is die gozer pas. Hey. Maar technisch directeur van de KNVB. Maar die functie bestaat helemaal niet binnen de KNVB. Nee, want je hoeft geen spelers te kopen. Je hebt gewoon een bondscoach. Ja. Het is gewoon een token. Het is onbegrijpelijk, hè? Dat... Ook die was wederom dat mensen gewoon denken dat de speld dat bericht heeft bedacht. Ja. Nou, ik vind het leuk voor die jongen. En ik heb niks tegen Nigel de Jong. Volgens mij is het een prima gozer. Alleen, het doet mij wel weer denken aan een hoop witte mannen met een stropdas. Die grijze witte mannen in een stropdas. Die dachten, kut, we hebben een kleurtje nodig. Dit ziet er niet goed uit op een groepsfoto, jongens. We hebben een marketingbureau ingeschakeld. Die zeggen, we kunnen of Glenn Helder pakken, of Nigel de Jong. Nou, doe dan maar. Laten wij ons geld op Nigel de Jong zetten. Alles op Nigel. Nee, maar dat wordt gewoon een prima gozer om als visitekaartje. Hè, want hij heeft overal gevoetbald. Dus, volgens mij is het ook een slimme jongen. Ja, nee, er is niks mis mee. Maar het doet mij wel weer heel erg denken aan zo'n knee-jerk reactie van zo'n groep directeurtjes die dan zo rondkijken. Ik noem een hele bijzondere naam. Hè? Maar waar zit Hedwiges Maduro momenteel? Zit hij niet bij Almere of zo? Of bij, ESPN toch? schuift hij af en toe aan. Nee, maar hij is ook ergens. Hij traint toch ook ergens? Het zou zomaar eens Almere kunnen zijn, ja. Maar geen idee. Want dat heb ik ook al een sympathieke gozer gevonden. Ja, en natuurlijk ook een Ajax-achtergrond. En ook ik denk, als hij ergens kan meeliften op de kwaliteiten van een eerste trainer. Ja, ik heb wel een zwak voor Jonk, maar dat... Ja, ik ook. Maar dat zie ik niet 1, 2, 3 gebeuren. En ik denk dat ze gewoon uiteindelijk Pascal Jansen gaan benaderen bij AZ. En daarom heeft AZ net gewoon deze week nog even dat contract verlengd. En dan moeten ze daar ook weer de hoofdprijs voor betalen. Maar die gaat in de winterstop toch niet weg? Nee. Nou, je weet het niet. Als Ajax 10 miljoen biedt voor een trainer... Ja, kan je dat... Ja, dat vind ik zo paniekerig. Toch enorm in het hele plaatje, paniekvoetbal. Ja, dat wel, ja. Ja, dat klopt. Ja, ja, maar ik denk dat AZ daar... Dat laten ze niet gebeuren. Daar geloof ik niks van. Ja, nou ja, ik denk dat ze er niet blij van worden. Nee, niet dat Jansen daar zelf op zit. En Jansen zelf zal dat ook niet... Die zal niet op die manier weggaan bij AZ. Dat geloof ik ook. Nou ja, ik hoop het voor hem. Want hij doet hartstikke goed werk. En Louis nog voor een half jaar en dan inzet op volgend jaar met Pascal Jansen. Nou, op zich zou ik Louis van Gaal alleen al voor de interviews. Ja. Zou goud zijn. Dan hebben we echt iedere week echt weer wat om over te babbelen. Dus voor onze podcast zou het ook gewoon heel wenselijk zijn dat Louis komt. Ja, en dan kan je ook weer gewoon Overmars terughalen. Wij kijken geen wedstrijd, dus het is wel leuk. Nee, en je kan gewoon meteen weer Overmars terughalen. Want Louis laat na twee wedstrijden gewoon zijn broek in de kleedkamer zakken. En laat zijn lul zien, net zoals Bayern München. Dat heeft hij ooit een keer in Bayern München gedaan. Hè? Dat hij gewoon midden in een wedstrijdbespreking zijn broek laten zakken. Om te bewijzen dat hij een echte kerel is. Nee. Zijn lul laten zien. Om de ballen te tonen. Dat is serieus? Dat is één van de redenen waarom hij daar op een gegeven moment, terwijl het best wel goed ging, dat en zijn speeches op het plein, die in Duitsland toch iets gevoeliger liggen. Ballen zien totale Louis!
Hier zit dat meisje aan de wand. Op het afrotten van onze schweinkrecht. Nou, maak even een knipgebaartje, Wilco. Maak even een knipgebaartje. Goed, dan hebben we dat eventueel straks voor de luisteraars eruit kunnen knippen. Ik heb hartelijk om jou gelachen afgelopen weekend met Ruben. Want ik heb in mijn show nogal wat Duitse grapjes zitten. En Ruben zei, ja, ik heb het met Wilco zo erg, heb ik het er nooit meegemaakt. Toen waren jullie schijnbaar op tournee in Berlijn. En toen heb jij, ik moet het doen, heb jij gezegd. En heb jij de Hitler geroet gebracht voor de Brandenburger Tor. Snel een foto maken nu. Klopt dat of niet, Wilco? Oh, dat was in de tijd dat ik nog echt heel veel dronk. Ik weet zeker dat het klopt. Snel, overal politie, snel, foto maken nu, wam. Ja, dan word je voor gearresteerd. Hè? Ja. Hadden ze dat dan 50 jaar eerder gedaan, dan was er niks. Hadden ze gewoon in 1933 moeten invoeren, maar nee hoor, achteraf. PSV valt niet zo heel veel zinvols over te zeggen momenteel, als dat ze nog steeds bezoek zijn aan versterking en dat daar weinig duidelijke geluiden over zijn. Volgens mij zijn we er wel doorheen. Feyenoord was ook niet best, hè? Of wel? Nou, nee, die hadden ook gewoon heel lang niks van zich laten horen. En op een gegeven moment sloeg daar wel een beetje de vlam in de pan met die wedstrijd. Ook met die beuk met Doefikas en zo. En de laatste 10, 20 minuten van die wedstrijd hebben ze wel... echt gewoon ervoor geknokt. En hebben ze ook de gelijkmaker weer gekregen. Maar dat was wel een slagveld. Als je 10 minuten blessuretijd hebt. Dan weet je dat er de verbandtrommel weer aangevuld moet worden. Dat is wel vrij duidelijk, ja. Maar ja, dat hoort er ook een beetje bij met Utrecht Feyenoord. Dus dat zijn allebei wel clubs waar geknokt wordt. En AZ gelijk tegen Vitesse, begreep ik. Ja. Ja. Dus, Vitesse... En Volendam gewonnen. 3-0. Ja, gekhuis. Ja, dus Jonk is aan het solliciteren. Jezus. En Weghorst naar Weghorst naar Manchester United. Maar is dat zeker dan? Ja, dat is nog niet 100% zeker. Want ja, het staat nu bij officieel in de krant. Dan geloof ik echt wel dat... waarvoor dan? Voor Ronaldo. Dit kan je wel gewoon, tot je 80ste gewoon op verjaardagen vertellen. Ja, zeg maar mij. Ik was de vervanger van Ronaldo bij Manchester United. Nee, maar even serieus. Waar is hij voor gehaald? Dat is een soort stormram noodscenario. Ze hebben geen leeftijd. Hij heeft hele goede 20 minuten gevoetbald bij Oranje. Nou, ik denk dat ik wel weet waarom Ten Hag van hem gecharmeerd is. Want hij wil heel veel verdedigende arbeid van zijn spitsen. En als je ziet wat hij in Burnley heeft laten zien, zeggen mensen, ja, maar 2 keer gescoord. Maar in 3 wedstrijden had hij al een marathon gelopen. Dat was de meest meeverdedigende spits van de hele Premier League. En hij maakt gewoon heel veel vuile meters. En als hij die vuile meters maakt, dan blijft er dus meer van de explosiviteit van een Rashford en een Martial en dat soort types over. Die kunnen die acties maken. Dus ik denk dat hij best wel erover na heb gedacht. En het is zo'n gast die altijd voorop gaat in de strijd. En dat wil hij ook gewoon. Hij wil niet meer van die slappe hapfiguren. Want je kan zeggen wat je wil over Martial. Is een fantastische voetballer. Is Golden Boy Award gewonnen en zo. Maar dat is er echt nooit uitgekomen. En die is om de 4 weken geblesseerd. En dus die komt ook nooit in een ritme. Ja, je kan niet gewoon vertrouwen op Rashford dat hij alles maakt. En Manchester United krijgt geen geld totdat die club wordt verkocht. Die Glazers gaan er 0 geld in stoppen. Dus wat rest je dan? Huuropties. En als je maar een paar miljoen te spenderen hebt, is het opeens een hele simpele en handige optie om iets als een Weghorst erbij te halen. Daarom heb je ook die geruchten dat ze naar Memphis aan het kijken zijn. Al kunnen ze voor een halfjaartje Memphis huren of een Weghorst huren. Je hebt tenminste nog een spits. Want als Rashford of Martial geblesseerd zijn, heb je helemaal niemand. En ze spelen om de 3 dagen. En dat gewoon 4 maanden lang.
Ja, maar dat was, dan zei ze, moest iedereen lachen dat Luc de Jong naar Barcelona ging. Ja. En die heeft daar naar zijn behoren ook wel een behoorlijke... Nou, hij heeft wel een paar mooie goals gemaakt. Ja. Maar als je hoort dat Wout Weghorst naar Manchester United gaat, dan denk ik dat heel veel spelers nu een beetje gewoon zo schietgebedjes zitten te maken. Oh, pretty, pretty, please. Me too, me too, me too. Ik denk dat gewoon echt gewoon de rechtsback van Sparta al een beetje onrustig slaapt. Misschien word ik gebeld. Misschien word ik gebeld. Oh, het zal toch wat zijn. Kerst is voorbij, maar ik geloof er nog in. Als je drie keer met je hakken klikt, kan je dan met Manchester. Het wordt nog een spannend maandje, denk ik. Met ja, en je krijgt echt bizarre wedstrijden. Feyenoord heeft ook een heel zwaar schema voor de boeg. Volgende week dan AX Twente. Ja, er gaan nog echt heel veel veranderingen plaatsvinden. Dus het lijkt me wel gezellig. Het lijkt me wel leuk. Dus, ja, mooi. Hey jongens, volgens mij hebben we wel alles behandeld. Dus we maken er lekker een eind aan. Ik wil alle luisteraars en alle kijkertjes bedanken. Like, subscribe, tik, tik en klik en de hele mikmak. En deel en vertel het verder. Want die Podcast Awards, die zijn er weer. En we zijn wederom genomineerd voor de Podcast Awards, Voetbal Podcast Awards, onder de categorie Cult. Dus jullie kunnen stemmen. Dat is de enige wat ik erover ga zeggen. Ik ga niet weer het hele land vragen, want het doet lekker niet. Ook goed. Pest thuis en stem wel. Twee derde van deze podcast deze week heeft helemaal geen voetbal gekeken. Nou, dat is hartstikke cult, toch? Geweldig over lullen, niks van begrijpen. Nou ja, dat is elk voetbalprogramma. Wij zijn een beetje Ronald de Boer die bij de Maassinger gaat meedoen. Ik had mijn vader vorige week bij me zitten. Toen ging het over, we waren de WK-finale van Gerwen aan het kijken, van Dart. En toen zei mijn vriendinnetje van, dat is toch wel raar hè, dat je dus analisten hebt voor dat. En ik zeg, ja, slaat Nens op. Dat is, ja, hij gooide dubbel 18 niet uit als hij dat wel had gedaan. En had hij de set. Als hij raak had gegooid, was het raak. Ja, toen zei mijn pa ineens zo van, ja, maar voetbalanalisten dan? En zo, wat dan? Ja, ze zeggen, voordat de wedstrijd begint zijn ze 6 uur aan het analyseren hoe het moet. En daarna hoor je ze nog 3 uur lang hoe het had geboet. Zo kut. ik denk, heeft gelijk ook die man. Dat was trouwens wel het meest bizarre beeld wat ik afgelopen maand heb gezien. Was Ronald de Boer, die dat bij de Maassinger meedeed. En het was zo'n gemiste kans. Want je had hem natuurlijk gewoon dat nummer. Wij moeten geven. Maar naam en naam van de Muppets. Alleen maar van die nummers. Ja. Nou. Oh. Het was gezellig, Ian. Ik ben weer wakker. Oké. Hey, Rob, jij hebt nog één laatste vanavond. Succes ermee. Ja, dank je. Volgende week zijn we weer compleet. Dan is Tim er ook. En dan komt het helemaal goed. Ik wil Thijs en Rob bedanken. Mijn naam is Wilco. Tot de volgende keer. Ciao.